Dank jullie wel. En mag ik ook vooral Job bedanken voor een hele mooie lijst. En ik wil ook Ruud Kolen en Hamid Karakous bedanken, want zij hebben en zij zullen nog een tijdje bij ons Kamerlid zijn. En ik ben heel dankbaar dat ik de afgelopen 3,5 jaar samen met de geweldige lijst de Eerste Kamer heb mogen leiden, de fractievoorzitter, het fractievoorzitterschap. En wij beseffen heel erg goed wat jullie steun betekent voor ons. En wat jullie hebben gedaan, want jullie hebben ons opdracht gegeven om samen te werken op links. En dat is echt heel erg bijzonder. Want iedereen tegenwoordig begraaft zich in het eigen gelijk. Maar wij gaan samenwerken. En dat is best, ik zou zelfs zeggen, heel bijzonder. Het is niet alleen bijzonder, maar het is ook heel erg nodig. De VVD maakt er grapjes over. Grappige internetfilmpjes, grappige filmpjes over normaal doen. Maar het is niet normaal dat een jonge starter niet eens hoeft te zoeken naar een huis, omdat het er gewoon niet is. En het is ook niet normaal dat mensen wakker liggen van de vraag of ze morgen nog wel de boodschappen en de energierekening kunnen betalen. En het is al helemaal niet normaal dat mensen hun kinderen zonder ontbijt naar school willen sturen. Daarom werken wij samen. En ik vind het heel gaaf dat ik van jullie het vertrouwen heb gekregen om nu jullie lijsttrekker te zijn in de Eerste Kamer. En ik loop al een tijdje mee in Den Haag en in de partij. En ik ben ooit begonnen als hele boze jongere. En ik had een vakbond opgericht voor flexwerkers en freelancers, omdat ik vond dat toen de vakbonden te weinig aandacht hadden voor de mensen zonder vast contract. Maar ik ben ouder, ook ietsje wijzer. En de strijd tegen de scheefgroei op de arbeidsmarkt wordt nu aangevoerd door de FNV. Voor de rechten van de mensen die heel stilletjes zorgen dat dit land blijft draaien. En voor de mensen die het minste verdienen in Nederland. En wij moeten zij en zij staan met grote bewegingen zoals de FNV. Want ze kunnen het niet alleen. Want juist op de plekken waar het minst wordt betaald, zijn de mensen het minst georganiseerd. En dan zijn wij politici aan zet. En politici kunnen en moeten samen met grote maatschappelijke bewegingen, zoals de vakbonden, die verandering gaan maken. Die verandering waar Nederland naar snakt. En zorgen dat mensen de boodschappen en de energierekening kunnen betalen. En zorgen dat de megawinsten gewoon worden belast. En zorgen dat dat minimumloon, en ik kijk ook even naar Agnes, eindelijk eens omhoog gaat. Beste mensen, ik ben bijna klaar. Ik heb ook honger. Maar in deze verkiezingen, in de provincies en de Eerste Kamer, zijn we voor een paar belangrijke politieke keuzes gesteld. Hoe gaan we om met droogte? En hoe zorgen we dat de buslijn blijft? En kiezen we voor het recht van de sterkste of voor de rechtsstaat, Jeroen? En dat zijn de politieke keuzes die wij moeten maken in de provincies, in de waterschappen en in de Eerste Kamer met mijn nieuwe collega's. Dankjewel, Adje. En in de Eerste Kamer gaan we samen met GroenLinks 1 fractie vormen. En dat is historisch. Ik vind het ook een beetje spannend. En wij gaan uitzoeken hoe dat werkt. Maar we gaan vooral dit kabinet en al helemaal de VVD laten zien dat ze niet zonder ons kunnen, willen ze dit land bij elkaar houden. En de kiezer kan kiezen voor Keel en Kift het rechts. Maar dat gaat deze keer niet gebeuren, want dit zijn onze verkiezingen. Want zoals jullie tegen ons hebben gezegd, ga samenwerken op links. Daarvoor zal de kiezer ons op 15 maart belonen. Want wat de kiezer wil, net als wij, is een socialer en groener Nederland. Dank u wel.